Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met een speciaal filmpje, productfilmpje over de thuisstudie pendelen. Zoals jullie zien heb ik hier een aantal voorwerpen neergelegd die bij het thuisstudiepakket horen. Allereerst het pendelboek. En je krijgt nu gratis het Lumeria magisch notitieboekje erbij. Pendelkaarten. Ook vernieuwd, er zitten nu 25 in. En je krijgt een willekeurig pendel bij je pakket met 5 bergkristalsteentjes. We hebben hier een potje met zand. Een zakje. Dit zakje kan ook anders van kleur zijn. Ik gebruik meestal neutrale kleuren. En soms zit er iets van rood of lila bij. En dat is niet uit te zoeken. Ik zoek altijd op mijn gevoel uit welke pendel het beste past. Ik kijk naar jouw naam en dan denk ik, oh, nou, die pendel er bijvoorbeeld bij. En dan komen er bergkristal steentjes bij, zodat de pendel altijd zuiver bewaard wordt. Dan, zo. Deze wordt het meeste erbij gegeven. Als ik een zilverkleurige panel heb, dan doe ik er een Tree of Life aan. Ik heb van de goudkleurige en de bronskleurige geen Tree of Life'jes. Ik zal beloven dat ik er dan een losse bedel bij doe. De bergkristalletjes kan je altijd gebruiken. Laat ze gewoon lekker in het zakje, zodat wanneer je de panel niet gebruikt, de panel zuiver blijft. Een potje met zand. Dit zand kan je ook altijd weer hergebruiken. Wat doe je als je je pakket krijgt? Je pakt het uit en je gaat deze kaart lezen. Daar staat precies op wat je het beste kan doen. Nou, je hebt je pendel gekregen en als allereerste stop je hem lekker in het zand. Zo, klaar. In het zand en daar laat je hem 3 dagen in zitten. Dit is het element aarde. Na 3 dagen haal je hem eruit en dan is jouw pendel nog heel mooi glanzend en glimmend. En wat doe je dan? Dan ga je hem in water doen. En door het water kan het metaal wat gaan oxideren en zeker dit kettingje. Wat ik je zou aanraden is een zilveren, echt zilveren kettingje te nemen. Dan laat je het even een nacht in. Als je denkt, nou, hij roest met veel, dat is oxideren. Dan doe je hem 10 minuten. Het gaat erom dat het waterelement ook is gebeurd. Dan blaas je hem schoon. Je maakt een kokertje met je hand. Je doet je pendel met de punt naar boven erin. En je brengt hem naar je mond en je blaast even een korte zucht. Erin. Het element lucht. Nu is het element vuur aan de beurt. En dan kan je ervoor kiezen om de witte salie te nemen of de San Miguel, de aartsengel Michael, is in een nieuwe verpakking. Alleen niet iedereen vindt wierook heel lekker. Het zit er wel bij. Vind je het niet lekker, kan je het weggeven. Je kan de rook even aansteken en dan het volgende doen. Ook een wit kaarsje zit erbij. Dus je kan zelf bepalen welke vuurelement jij gebruikt. Nou, dan laat je hem even branden, zodat het vlammetje ook echt krachtig wordt. Kijk, dat duurt eventjes. Hele mooie zware pendels. Daar kan je lekker mee aan de slag. Dit is heel zwaar zand. Als je dit zand ook gaat voelen, het is speciaal mineralenzand. Nou, dan pak je je pendel zo vast. Dus om het eerste vingerkantje. En dan haal je ook zelf 7 keer, zeg ik altijd, op je gevoel even door die vlam. Klaar. En dan pak je met je hand en dan vraag je jouw
ziel om verbinding te maken met jezelf. En dat je met je panel goede boodschappen mag krijgen. Je vraagt het universum om bescherming of je gids of beschermengel, wat jij prettig vindt. En dat is het laatste element, ether. Dan hebben we aarde, water, vuur, lucht en ether gehad. En dan is je panel klaar voor gebruik. Je krijgt dit zelfstudiepakket thuisgestuurd en als je de online training doet, krijg je hetzelfde pakket ook thuisgestuurd. Je kan dus kiezen voor de zelfstudie of voor een online training. Je krijgt nu gratis deze prachtige pen van mij er gratis bij. En de panelkaarten leg ik in het boekje en in de training leg ik uit wat je met de panelkaarten kan doen. Dit boek zit erbij. Dit boek zit erbij. Is in een ringband, zodat je hem lekker kan omdraaien. Zodat je er mee kan werken. Dus we gaan ook met de chakras bezig. Heel uitgebreid beschreven staat het. Dit is ook het complete chakra boekje. Wat ik heb gemaakt. Dat is dit boek ook. Is hetzelfde. Alleen hier veel groter en duidelijker. En hier vertel ik even wat je kan voelen, wat je kan waarnemen, het fotowerk. Even kijken hoor. Oh ja, je kan ook cadeautjes uitpendelen, de pendelkaarten. Je kan cadeautjes ook uitpendelen. Vind, en dan heb je een naam in je hoofd. Vind deze persoon dit een leuk cadeau? Vind deze persoon bloemen een leuk cadeau? Ja of nee? Want je werkt met ja en nee kaarten. Wat is pendelen? Door middel van een pendel contact maken met je onderbewuste, zodat je ziel vanuit de oerziel jouw inzichten kan verschaffen over het heden, het verleden en de toekomst. Je pendel kiezen. Ik voel altijd welke pendel bij jou past en die stuur ik mee. Nog even uitgebreid het reinigingsproces. En dan ga je, welke regels zijn er? Ja, er zijn regels. Steek een kaarsje aan. Steek hier ook aan. Vraag even bescherming. Hoe stel je vragen in het boekje Kracht van Positief Denken? Neem ik je dan ook mee op reis in het stellen van goede ja-nee vragen. Tijdvragen is heel lastig voor een pen. Kan je natuurlijk wel stellen. Welke woorden zijn aards en werken tegendraads in het vragen? Nou, deze. Nou, en dan de pendelkaarten. Dit ben ik, alleen een hele tijd geleden. En hier leg ik aan de hand van foto's ook uit hoe je aan de slag gaat. Dit kan een heel mooi invocatiegebedje zijn. Staat er ook in wat je kan gebruiken als je gaat pendelen. Fotowerken pendelen. Chakras uitpendelen, de lemniskaart oefening, oh, hier uitslagen, rondje klein, rondje groot, extra groot, extra klein. Nou, dit kan allemaal gedaan worden thuis door jou. Stukje nog met de tarotkaarten, dan het opzoeken van aardstralen en leilijnen. Ja, dat kan ook met je vormen. En als je nu denkt van jeetje, dat is toch wel heel veel. Dan kan je ook de pendel training doen. Leuk hè, ook met dieren. Het zijn zelf toestemming gegeven. dit kan je dus ook online doen of in een training bij mij hier in het atelier. Je ziet de mogelijkheden op www.lumeria.nl. Heb je nou een pakket aangeschaft? En denk je, oh, nou wil ik toch die training gaan doen, of online of in mijn atelier, hier in mijn lesruimte. Dan krijg je een korting. Neem daarvoor even contact met mij op. Overhuizen. En dit is een hele mooie vraag. Ik vraag je van al deze foto's, welk seizoen is het? Kan je uitpendelen? Waar is het? En wat staat er op de foto's? Voorwerp. En hier, orbs en entiteiten op foto's, zijn mijn eigen foto's. De tempel van Horus, Edfu in Egypte.
Rocamadour. En energie zuiveren, hoe kan je energie zuiveren? Ook je huis zuiveren, ook heel belangrijk. Nou, hier werk ik al meer dan 20 jaar mee. En dit is best wel heel leuk om hiermee bezig te zijn. Ik krijg nu gratis dit leuke magische notitieboekje erbij. Kijk, is gewoon leuk. Zo'n vikingschip wat en achter een boom. Hier dat vikingschip. Wat gewoon eigenlijk de richting al aangeeft. Een mooi kaartje er nog bij. Tree of Life met de Flower of Life. Hoe kan je aarde verbinden, maken met moeder aarde is heel belangrijk. Dus dit zit allemaal in het thuisstudiepakket. Als je alleen het pakket bestelt, dan krijg je dit nu met gratis fan. En doe je de online training of de training hier bij mij in het atelier, dan krijg je ook ditzelfde pakket thuisgestuurd. En dan krijg je toegang op mijn platform ontwikkelen.lumeria.nl. En dan kan je met begeleiding goed leren pendelen. Begin volgend jaar is er weer een pendeltraining hier in het atelier met 4 mensen. Ik heb plek voor 4 deelnemers. Ik doe kleine groepen, zodat iedereen goede aandacht kan krijgen. Wil je meer informatie? Dan ga je naar www.lumeria.nl en dan onder het kopje thema trainingen. Trainingen, thema trainingen, vind je de pendeltraining en welke mogelijkheden er zijn. Ik zie je zo.